Een advocaat kan je over elk juridisch probleem adviseren, het voor je onderhandelen of bemiddelen, dan wel het verdedigen zowel binnen als buiten de rechtbank. Vandaag bezoeken we een advocatenkantoor waar ze voor elke cliënt door het vuur gaan. De uitdagingen waarmee de advocaten vandaag worden geconfronteerd zijn vooral de complexiteit van de hele regelgeving. Onze wetgever maakt alle regels die opstelt zodanig complex dat de mensen gewoonweg hun weg niet meer in terugvinden. En wat het nog erger maakt, is eigenlijk dat die regelgeving ook zodanig snel wijzigt. Men corrigeert een aantal zaken op vroeger, men komt terug op beslissingen en men doet het op een andere manier, waardoor het uiteraard helemaal niet meer begrijpbaar is. Ons kantoor is een multidisciplinair kantoor waar we met een team van 12 advocaten, elk gespecialiseerd in zijn eigen rechtstak, een totaaloplossing trachten te bieden aan de klant. Elk dossier is uniek, elke klant is uniek. Dat betekent dat er geen plaats is voor bandwerk. Integendeel, je moet ervoor zorgen dat je alert blijft en keer op keer elke letter, elk punt, elke komma in vraag blijft stellen, elke dag opnieuw. Kwaliteit staat zeer hoog in het vaandel van LMP-advocaten. Wij hebben 12, binnenkort 13 medewerkers. En elke medewerker heeft zijn of haar specifieke specialiteit. En wat zijn dan de toekomstplannen van het kantoor? Zeer eenvoudig, blijven inzetten, blijven investeren in onze medewerkers. En dus topkwaliteit blijven aanbieden in een steeds moeilijker wordend juridisch landschap.